Nou ja, ik vind het gewoon fantastisch dat die zo'n geweldig geluid kunnen maken. En nu hoor ik ook een heel koor. En iedere keer klinkt het weer anders. En ik vind ook altijd de uitdaging om dan rond te lopen. En te speuren naar die boomkikkers. En dan denk je dat je er heel dichtbij bent. En soms lukt het gewoon niet om ze te vinden. En net als nu vanavond, we hebben misschien een stuk of 5, 6 gezien. Maar er zitten er hier misschien wel 50 die hier aan het roepen zijn. En het verbaast me dat er echt zoveel nog nu actief zijn. Maar we hadden natuurlijk vandaag een geweldige, mooie, warme dag. Dus ze hebben aardig wat energie opgedaan door de zon. En maar dat laten we nu dan ook wel horen. Wat is er na al die jaren nog zo bijzonder aan die kikker voor jou? Nou, de tijd van het jaar, dat we dus vanaf maart tot en met juni steeds meer boomkikkers horen. Dat vind ik gewoon geweldig. En ja, het leidt dan weer een nieuw seizoen in. En wat me opvalt, dat de laatste jaren ontzettend goed gaan met die boomkikker. En dat we steeds weer nieuwe gebieden ontdekken of nieuwe poelen waar ze naartoe gaan. En dat komt natuurlijk omdat het aantal gigantisch is toegenomen. Ik denk dat we dit jaar meer dan 1000 boomkikkers hebben geteld. En we tellen alleen de mannelijke boomkikkers. Die hoor je alleen roepen. En ja, ze nemen er nog steeds toe. En dat is natuurlijk vreugd dat ze zich weer verder verspreiden over West-Vlaanderen. Ik ben er nog lang niet bij. Ik vind het altijd heel leuk om het te doen, die boomkikkers te tellen. En zo s'avonds op pad te wezen in het gebied waar het hartstikke stil is. Weinig bevolking, gewoon de rust en wat je gewoon kan meemaken in zo'n, op zo'n avond is gewoon ontzettend leuk.